Navajo, een punt thuis tegen Go Ahead. Ik zag een beetje jullie gezichten. Niet tevreden, maar al met al kun je wel leven met een punt of heerst de teleurstelling? Nou, ik denk dat de teleurstelling wel overheerst. Ik denk dat je hier gewoon thuis 3 punten moet halen. Genoeg kansen gehad. Ik denk vrij weinig weggeven. Hoe ik nu van het veld stap, mijn eerste gevoel is vrij weinig weggeven. Zwaar teleurgesteld. Ja, jullie beginnen ontzettend goed aan de wedstrijd. Ik denk de eerste kwartier is het ongeveer geweest als herenmeester. Waarom lukt het op dat moment niet om op voorsprong te komen en dat overwicht uit te buiten? Heb je een idee? Ja, wat je zegt, we beginnen gewoon goed aan de wedstrijd. Veel kansen. Ik denk 100% kansen die je eigenlijk gewoon moet maken. Die vallen er dan net niet in. Eentje dan wel. We komen op 1-0. Maar ja, je kan het jezelf makkelijker maken als je er gewoon meer scoort. En dan ga je ook wat rustiger die tweede helft in. Nu blijft het 1-0 en dan moet je nog die 2-0 maken. Hun houden er ook geloof in. Wij gaan ook voor de 2-0. Ik denk dat we ook weer goed eruit komen, maar dan die 2-0 gewoon niet valt. En dan loop je tegen het einde van de wedstrijd aan en dan hun blijven gewoon geloof houden. En dan valt die toch wel die 1 in. Ja, dat echte overwicht wat je de eerste kwartier, 20 minuten ongeveer had, valt op een gegeven moment wel een beetje weg. Is dat puur omdat je niet meer 45 minuten lang die hoge druk vol kan houden? Of wat was dat? Waarom ging het ineens minder? Nou, we zijn een fitte ploeg, dus ik wil niet zeggen dat we het 90 minuten vol kunnen houden. Maar ik denk dat wij ook uit statistieken dat wij gewoon een fitte ploeg zijn. En dat we het best wel lang kunnen volhouden. En waarom dat vandaag niet lukt, ja. Vanuit mijn oogpunt was het veld een beetje iets te groot. Waardoor je toch wel iets langere afstanden moet lopen. Als we het iets compacter houden, dan heb je iets kortere afstanden om te lopen. En misschien hou je dan iets langer vol. Dus ik denk dat wel een puntje was. Voor de rest is het gewoon vervelend dat die 1-1 gewoon nog steeds valt. Ja, het is niet de eerste keer dit seizoen dat je eigenlijk een betere wedstrijd niet weet om te buigen in overwinning. Was dat ook het verhaal in de rust? Van jongens, we staan nu 1-0 voor, maar zorg er nou voor dat je jezelf beloont dat je die tweede maakt. Ja zeker. We weten van onszelf dat we goed uit de startblokken moeten komen. En ik denk dat het voor iedereen geldt. Dat als je niet, de tweede helft niet er lekker uitkomt, dat je dan een moeilijke tweede helft speelt. Dus daar gingen we ook zeker voor. Wat ik zeg, dan blijft het toch lang 1-0. En hun houden er geloof in, dan maak je het zelf gewoon moeilijk. Ja, ik denk dat je vandaag niet veel weg hebt gegeven, je noemde het al. Ja. Wat gaat er mis bij die 1-1? Sta je te hoog? Is het... Ja, we zijn gewoon aan het voetballen op tegenstanders helft en we sluiten gewoon aan. En die bal valt er net achter. Ja, dat moet je ook weer een beetje geluk mee hebben. Ik weet nu niet zo snel als centrale duo goed stond of niet. Maar dan valt hij er net overheen. En vind ik dat de VAR hier volgens mij ook moet ingrijpen. We hebben net even gehoord dat Jan is gewoon op de hand wordt getrapt. Waardoor hij moeite heeft met de bal te klemmen. Dat spelen ook allemaal rollen. En het is gewoon vervelend dat het weer op zo'n manier moet gaan. En wat je zegt, dat je het niet de eerste keer is dit seizoen. En dat je gewoon 3 punten, denk ik, hard verdiend had en ook nodig hebt, zeg maar, ja. In deze fase. Zeker, je zegt al, in deze fase komen moeilijke wedstrijden aan. Is dat ook het gevoel wat nu overheerst in de kleedkamer? Deze hebben we misschien nog wel hard nodig straks, die 2 punten die je nu misloopt. We kijken het gewoon per wedstrijd en we waren gewoon gefocust op Go Ahead, dat we hier 3 punten moesten pakken. Niet echt op zich voorblikkend uit de volgende wedstrijd, maar gewoon, dit was gewoon een belangrijke wedstrijd. Ook als je naar de tabel kijkt, konden we boven hun komen. Ja. Dit was gewoon een belangrijke wedstrijd waarin je 3 punten moest halen. En wat ik net zeg, dat hadden we denk ik ook verdiend. Halen we hier niet uit en dat is gewoon weer doodzonde. Ja, tot slot even over jou persoonlijk. Je begint vandaag weer eens in de basis. Wanneer hoorde je dat? Ja, vlak voor de wedstrijd dat er iets gewisseld zou worden. Kwam een beetje uit het niets. Maar dan moet je ook een beetje weten om te gaan. Niet de fijnste voorbereiding, maar je moet er gewoon staan voor je team, voor jezelf. En gewoon alles eraan doen om die 3 punten te halen. Hoe kijk je terug op je eigen wedstrijd? Ik ben een best wel emotiepersoon, dus ik. Bij mij heerst de emotie meer van dat we geen 3 punten hebben gehaald. Dus de aankomende dagen zal ik kijken naar mijn prestatie en daaruit weer leren.
Als je wedstrijd terugkijkt, vergeet die schitterende paas in de tweede minuut niet, waar die grote kans uit kwam. Sorry? Vergeet die schitterende paas in de tweede minuut niet, waar die grote kans van Kai uit kwam. Ja, als jij het nu zegt, dan komt hij weer naar voren. Maar ja. Wat ik zeg, de 3 punten doen me het meest pijn. Snap ik. Op naar de volgende wedstrijd. Succes. Dankjewel. Thanks, nou.